Terwijl de allerlaatste stemmen geteld worden, durft Mark Rutte het heel voorzichtig toch aan. Hij claimt de overwinning. Het ziet er naar uit. Het ziet er naar uit dat voor het eerst in onze geschiedenis de VVD de grootste partij van Nederland is. Rutte wil leiding gaan geven aan een kabinet dat stevig gaat bezuinigen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk mensen in het land te overtuigen van onze visie hoe Nederland weer sterker uit de crisis kan komen. Vanavond heeft de kiezer, zo lijkt het, kleine voorbehoud blijf ik maken, zo lijkt het, ons gevraagd daarbij het voortouw te nemen bij dat economisch herstelbeleid. En ik zeg wel tegen jullie, dat schept een enorme verplichting. Als Nederland ons vraagt het voortouw te nemen, schept dat een enorme verplichting. En ik weet dat we die allemaal voelen. En we zullen dus zeer serieus omgaan met deze uitslag van de verkiezingen. En heel erg hard werken om dat vertrouwen wat de kiezer ons gegeven heeft ook waar te maken. En daarbij reken ik op jullie aller steun. En hoe groot het feest ook is bij de VVD, Rutte prijst scheidend premier Balkenende voor de manier waarop hij zijn verlies draagt. Eerder vanavond heeft Jan-Peter Balkenende het leiderschap van het CDA neergelegd. Ik was, en ik denk jullie ook onder de indruk van de toespraak waarmee hij dat deed. Precies. Het is een man die zielsveel van het land houdt, die dolgraag deze verkiezingen anders had willen afronden. Het is anders gelopen. Ik wil hier zeggen, ook namens de VVD, dank voor de jaren van samenwerking en groot respect voor wat daar vanavond gebeurd is. Het wordt buiten alweer bijna licht. We nemen misschien nog een klein glaasje. Veilig naar huis. En we gaan morgen keihard werken om het vertrouwen dat de kiezers ons hebben gegeven in alle opzichten waar te maken. Dank jullie wel. Mark Rutte, vanochtend vroeg. Ferry, voor de VVD, hoe je het ook weet of keert, een historische overwinning. Ja, dat mag je wel zeggen. Kijk, ze hebben natuurlijk wel hoger gestaan. 38 zetels was het hoogtepunt in de jaren 90. Hoogtepunt paars onder Bolkestein. Maar toen waren ze niet de grootste. Nu zijn ze de grootste. Sinds de oprichting in 1948 hebben ze nog nooit de premier kunnen leveren. En dat gaat dus nu wellicht gebeuren. Premier Rutte, de eerste liberale premier sinds de Tweede Wereldoorlog in het torentje. Nou, dat is wel heel historisch. Ja, zijn ze er klaar voor? Natuurlijk, het is een traditionele geoliede partij. Ja. Maar dit laat natuurlijk ook een verantwoordelijkheid op je. Ja, nou ja, de VVD heeft al die jaren 39 jaar geregeerd. Dus ik bedoel, dat is wel. De VVD weet wat regeren is. Ze hebben altijd goede ministers gehad. En ik weet dat Rutte al de afgelopen tijd echt bezig is geweest met te kijken wie neem ik mee als ik dat kabinet inga. Ik denk niet dat hij heeft gedacht altijd dat ik word de grootste. Hè? Alhoewel hij ook met Nelly Kroes en zo, je weet die hele discussie of hij het wel of niet zelf zou doen. Maar ik denk dat hij een lijstje heeft van mensen waarvan hij weet, met die mensen ga ik dit avontuur, want het is toch voor hem een avontuur, ga ik dit avontuur aan. Ja, stonden gisteravond ook mensen op het podium voor hem te juichen, hè? Van wie je toch dacht, een tijd terug behoorde die toch helemaal niet tot de vriendenkring van Rutte? Ja, dat vond ik wel mooi. Je zag Charlie Abtroot en ik geloof Teve ook, die stonden te dansen op het podium. Die menen dat ongetwijfeld helemaal oprecht. Maar het waren wel twee mensen die toen Rita Verdonk nog groot en machtig was in die partij, hè, 650.000 voorkeurstemmen. Die mensen, ja, die vonden het toch niet zo leuk dat zij toen de fractie werd uitgezet. Nou ja, het is gebeurd en nou zijn ze blij dat ze bij Rutte zijn gebleven. En ze hebben reden om blij te zijn, want ze zijn wel bij de winnaar gebleven. Precies. Er was nog een hele grote winnaar gisteravond. Geert Wilders, zijn partij, de PVV, ging van 9 naar 24 zetels. En Geert Wilders, want het was al vroeg op de avond duidelijk dat zo'n grote overwinning zou worden, was de enige ook die bereid was om aan te schuiven bij wat had moeten worden het slotdebat met Paul Witteman. Maar ik vind oprecht, als je een partij, ook als het niet je grootste vriend is, de grootste overwinnaar van vandaag, een partij die uit in één keer de derde partij van Nederland is geworden, ja, dat is ook een stukje democratie, dat je in ieder geval ons niet uitsluit en dat je met ons praat. Wij willen ook graag praten, want ja, wij zijn niet zo groot geworden als dat we nu zijn om in de oppositie te komen. We willen graag regeren.
En ja, ik zou het niet democratisch vinden als partijen bij voorbaat al zeggen tegen de grootste winnaar. En niet zozeer tegen Geert Wilders, maar tegen die, het zijn geloof ik 1,5 miljoen mensen die op ons hebben gestemd vandaag. Ja, die moeten ook een plek aan tafel krijgen om te kijken of wij ook mee kunnen regeren. Ja, nou dat zal Mark Rutte zeker doen als hij de grootste wordt. Maar de partij van Cohen heeft al laten weten dat ze sowieso niet met de PVV wil samenwerken. Dus zo'n gesprek heeft ook niet zoveel zin. Ik heb gezegd dat ik met iedereen wil praten. Ik heb nooit gezegd dat ik niet wil praten. De kans dat we wij als PVV dan met de Partij van de Arbeid uitkomen is klein, zo niet verwaarloosbaar. Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar ik zeg tegen niemand dat ik niet wil praten. Wij willen praten. We hebben niet gewonnen om in de oppositie te komen. En we willen heel graag aan allemaal die mensen die vandaag om ons hebben gestemd laten zien dat we die verantwoordelijkheid en die steun voor onze agenda van hoop en optimisme, dat we die waar willen maken. Ja, dat u dat nu wil, is dat ook een beetje omdat u geschrokken bent van de reacties dat die verantwoordelijkheid in Almere en Den Haag niet is genomen? Nou ja, dat beeld is inderdaad ontstaan. Het ligt iets genuanceerder als u nu zegt. Maar ik wil gewoon dolgraag, en ik vind het ook mijn verantwoordelijkheid om de PVV aan tafel te laten zetten. En ook compromissen te sluiten, dat hoort er dan ook bij. Ik ben ook bereid om dat te doen. Ik hoorde u helemaal niet meer rappen over de AOW. U had het in uw speech over de hypotheekrente. Daar wordt niet aan gerommeld wat u betreft. Nee, maar u heeft eigenlijk een veel harder punt gemaakt van de AOW. Nee, en dat punt staat nog steeds. Maar ik ben ervan overtuigd. Breekpunt. Dat wij, ja zeker. Ik ga niet op de avond van de verkiezingen zeggen dat dat geen breekpunt meer is. Dat zou puur kiezersbedrog zijn. Maar ik vind wel dat ik de kans moet hebben om partijen te overtuigen. Dat zowel als het gaat om de financiën, als het gaat om arbeidsmarkteffecten. Dat het geen goede maatregel is. Dat er ook alternatieven voor zijn. En ik vind dat je een partij die zo wint als de mijne niet vanwege zo'n onderwerp niet aan tafel mag uitnodigen. En sterker nog, ik weet niet wat VVD en CDA gaan doen samen met de PVV. Maar als die partijen niet met ons aan tafel zouden gaan om die reden, en ze zouden dus bij Partij van de Arbeid of D66 of GroenLinks uitkomen, dan zouden ze op veel terreinen die voor hun belangrijk zijn, of het nou over veiligheid gaat, of over hypotheekrenteaftrag, op alles wat we de afgelopen weken voorbij hebben zien gaan, zouden ze veel meer concessies moeten doen dan aan ons. En wat ik u al zei, wij zijn ook bereid tot concessies. En ik denk dat je daar heel goed uit kan komen. Ja, ook Geert Wilders, grote winnaar van gisteravond. Zijn PVV als regeringspartij, willen ze en kunnen ze regeren? Dat is natuurlijk niet de vraag. Ja. Nou, er is twijfel over ontstaan in Almere en Den Haag, waar ze als enige twee steden meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daar waren ze binnen de kortste tijd uit de collegeonderhandelingen. Ik heb de indruk, als ik Wilders zo hoor, ja, hij wil wel. En hij ziet natuurlijk het voorbeeld van de Socialistische Partij. Marijnissen, 25 zetels, niet meegeregeerd, te snel de onderhandelingen opgegeven. En nu alweer 10 van die 25 kwijt. En ik denk dat Wilders dat wil voorkomen. Hij is al gekomen waar die wilde zijn. Dus hij zou daar klaar voor kunnen zijn. Of het lukt. En deze verkiezingen kenden een enorme verliezer. Het CDA van Jan-Peter Balkenende verloor 20 zetels. Balkenende trok gisteravond meteen zijn conclusie. Ik heb mezelf met al die andere kandidaten met hart en ziel ingezet voor de campagne. Voor het werk dat gedaan moest worden. Maar deze uitslag is ook helder. En dat betekent dat ik als partijleider ook mijn verantwoordelijkheid heb te nemen. Ik heb onze partijvoorzitter vanavond laten weten dat ik mijn partijleiderschap per direct neerleg. En ook heb ik aangegeven dat ik niet zal worden geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling. Ook dat hoort bij het nemen van politieke verantwoordelijkheid. En ook wat dat betreft een avond die we ons zullen herinneren. Ferry, na 8 jaar is het CDA zijn leider kwijt. Ja, het is gewoon een knock-out. Ze zagen hem niet aankomen. Ze wisten natuurlijk wel dat ze gingen verliezen. Maar zo erg, echt een historisch dieptepunt. Onder Brinkman, toen was het al heel erg. Toen eindigde ze op 29. Ja, Balkenende. Ik bedoel, wat kon die anders? Hij ging voor goud, het was duidelijk. Hij wilde weer premier worden. Hij werd het niet, maar niet alleen dat. Hij verloor zoveel. Hij kon gewoon niet meer blijven. En na zo'n dramatisch verlies, wat gaat er in die partij gebeuren? Nou, Belgiësdag. Doek de Terpstra, CDA-voorman, die zei het gisteravond heel openlijk. Belgiësdag. Ik denk dat hier met name ook eerst natuurlijk het leiderschap. Wat gaat daar gebeuren? Mevrouw Bijleveld is nu de plaatsvervanger. Die is nu fractievoorzitter. Dat wordt niet de leider. De strijd zal gaan tussen, ik zal maar zeggen, Ab Klink van Volksgezondheid, Verhagen, die nu nog op Buitenlandse Zaken zit. Misschien Jan Kees de Jager, de minister van Financiën, die het heel goed doet. Maar de strijd gaat ook weer tussen de bloedgroepen. Het CDA wordt gedomineerd nu door de protestanten. De katholieken voelen zich achtergesteld. Limburg en Brabant, het hartland van het CDA. Het is een slachtpartij. Dat zullen we straks nog zien.
Dus die willen nu eindelijk wel weer eens een beetje macht. Ja, en Bijltjesdag wat betreft het partijbestuur, waar de mensen zitten die zo snel besloten hebben om Balkenende weer de partij te laten leiden? Ja, dit is, intern hebben ze ook wel gezegd, dit is ook de prijs voor het feit dat Van Heeswijk, de partijvoorzitter en zijn partijbestuur, niet hebben durven zeggen direct na de crisis: Balkenende, je hebt het goed gedaan, maar we moeten echt naar een andere leider. Toen waren de tekenen al dat het verval was ingezet. Ze hebben niet iemand anders durven kiezen. En ze betalen daar nu een hele hoge prijs voor. Heel lang gedurende die hele avond, heel lang gedurende de ochtend, was niet duidelijk wie nou de grootste zou worden. En dus lieten Job Cohen en Mark Rutte zich niet zien. Maar dat was voor hun achterban van allebei geen reden om een feestje te vieren. Ze laten zich beide even hard toejuichen. De twee winnaars, die allebei hopen dat dat terecht is. Dat Mark of Job toch echt de grootste is geworden. Ik had wel gehoord dat ze mensen blij waren en ik kan me daar van alles bij voorstellen. Wat een prachtige avond. Dit is jullie overwinning. Maar dat is dan wel een overwinning waarvan niemand weet tot wat voor regering die zou moeten leiden. Wij zijn de boer opgegaan met een boodschap van hoop. Een boodschap dat Nederland sterker uit de crisis gaat komen als wij nu de moeilijke maatregelen nemen. Makkelijk is het niet om het zacht uit te drukken. Nee, het wordt moeilijk. Het wordt zo moeilijk omdat er veel winnaars zijn. Zoals de PVV, die met 24 zetels in de Tweede Kamer ook wil meepraten over een regering. En ik zeg tegen al die kandidaten die nu Kamerlid zijn voor onze prachtige partij: neem een stormram mee, want wij gooien morgen meteen de beuk erin. Ook op links worden overwinningsfeesten gevierd. En ook zij willen gaan regeren. Wij zijn de linkse partij die heeft gewonnen. D66 is na jarenlang van neergaande lijn terug waar ze moet zijn, in het midden van de politiek. Al die extra zetels van de winnaars zijn afgesnoept van de grote verliezer van deze verkiezingen. Jan-Peter Balkenende, die een historische nederlaag leidt. Beste vrienden, in de afgelopen 8 jaar is er heel veel gebeurd. Er is veel veranderd. We hebben met alles wat in ons is getracht Nederland sterker te maken. En toekomstgerichter. En voor dat vertrouwen dat ik van u heb mogen ervaren, zeg ik u uit de grond van mijn hart: dank, dank voor dat vertrouwen. En met dit resultaat, Ferry, al met al, wat voor coalities zijn er nu eigenlijk mogelijk? Daar gaan wij het magisch scherm weer voor gebruiken. Daar komt de Tweede Kamer. Ja, de eerste coalitie is natuurlijk over rechts. VVD. Daar heb je ze. CDA. En natuurlijk de PVV. Nou, dat gaat maar net. Dit is de magische lijn. De 75 zetels, totaal 150 zetels. Je hebt maar 76 nodig om een meerderheid te hebben. Dat gaat net. Maar het is kiele-kiele. Eentje even weg en je hebt een probleem. Over rechts. Kan, maar is moeilijk. Kan het paars? Paars is natuurlijk het grootste succesnummer uit de jaren 90 van VVD. Van de PvdA. En van D66... Nou, dan ben je er nog niet. 71 zetels. Maar een logische uitbreiding daar is GroenLinks. En met GroenLinks erbij kom je op 81 zetels. Dat is een comfortabele meerderheid. Grote probleem is, PvdA, VVD zijn elkaars tegengesteld. Dus het gaat om sociaal-economisch beleid. Gingen we naar links, gingen we naar rechts. Hier zitten ze bij elkaar. Gaat het lukken? Het is wel de meest stabiele op dit moment. Behalve als je zegt, grote hervormingen, enorm pakket bezuinigingen, groot draagvlak nodig, een nationaal kabinet, min of meer. En dat ziet er dan zo uit. De VVD met zijn 31 zetels, de PvdA met 30 zetels, 61, en CDA, ze hebben verloren, maar is natuurlijk wel een partij die zou kunnen regeren. En dan kan je op 82 komen, maar ook hiervoor geldt lastig, heel erg lastig om deze club samen te brengen. Ja. Dat zijn de mogelijkheden voor de coalities. Ja, wat betekent het voor het politieke landschap? Nou, je ziet dat... Kijk, aan de ene kant is er natuurlijk een soort ruk naar rechts gekomen. De VVD heeft gewonnen, de PVV heeft onwaarschijnlijk veel gewonnen.
Dat zou overzichtelijk zijn, waar het niet dat de PVV natuurlijk een partij is met rechtse standpunten, veiligheid, migratie, maar ook met hele linkse. Ja, daar ontmoet de PVV eigenlijk de SP, zijn tegen aanslagen op de sociale zekerheid. Dus dat wordt heel lastig formeren. Maar goed, rechts heeft gewonnen. Grote partijen zijn eigenlijk allemaal weg. Het CDA is verdwenen. Dus het is eigenlijk een landschap geworden van middenpartijen. En ik zag net Femke Halsema, natuurlijk GroenLinks D66 hebben gewonnen. Maar ook bij gratie van het feit dat Cohen, de PvdA, het eigenlijk niet heeft kunnen waarmaken. Die is niet de grootste geworden. Als Cohen een groot succes was geweest, dan had D66 en GroenLinks daarvoor moeten bloeden. Maar die kiezers hebben er toch voor gekozen om bij hun eigen partij te blijven. Dit is de Tweede Kamer. De Eerste Kamer en de samenstelling daarvan, dat ligt eigenlijk veel dichterbij dan veel mensen denken. Ja, want kijk.